Hey guys, mijn naam is Sarella en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is 4 uur en ik sta niks voor niks zo vroeg op. Want ik ga nu Patricia ophalen samen met Nigel. En dan gaan we naar Schiphol. En dan ga ik weer terug waar het allemaal begon. Kijk eens met wie ik ben. Hi. En wij gaan samen naar Londen. Londen toe. Oh. En voor de mensen die Patricia nog niet kennen. Patricia ken ik echt van way back toen ik nog ukkie pukkie was. Van de basisschool. We hebben samen op de middelbare school gezeten. En nu gaan we samen op vakantie. Londen. Hoe leuk is dat? Super. We hebben allebei nog niet gegeten. Dus dat gaan we als eerst even doen. En afscheid nemen was zo moeilijk van Nigel. Ik had het er zo moeilijk mee. Maar ik heb niet gehaald. Nee, ik had er ook heel moeilijk mee. Ja. Oké, wat gaan we eten? We moeten helemaal achterin wezen. Ja. En we zijn hier helemaal vooraan. Waarom te zeggen? Dus het is sowieso 15 ik minuten kan ook lopen. Iets ja, dus we kunnen naar Starbucks gaan. Ik zie daar Starbucks. Gaan we naar Starbucks? Ja, Starbucks. We gaan naar Starbucks. We zitten helaas bij de vleugel. We hebben dit als uitzicht. Maar toen kwam er net de stewardess naar ons toe. En die zei als je wil en we zitten in de lucht, dan mag je ook naar achter gaan. Want dan hebben we gewoon echt heel erg mooi zicht. Aangezien we laag over Londen gaan vliegen. Dus we hebben echt een prachtige view, hè? Ja. Echt geweldig. Dus waarschijnlijk gaan we dat ook gewoon doen. Het is een beetje zonde als ik het niet kan filmen en dat we naar de vleugel zitten te kijken. Ik heb er zin in. Ik ook. Wil je zin wachten? Beetje. Kijk. Gezonde spanning, ja. Het is niet echt dat ik het heel eng vind, maar ook weer wel. Ik denk, nu staan we nog stil, maar ik denk, zodra we bewegen... Gezonde spanning, houd ja, het uit. Dat ik echt gieren, want jullie, als je me al langer volgt, weet je dat ik echt best wel bang ben voor vliegen. Maar ik heb nu al 3 keer naar Engeland gevlogen en het is opstijgen en je daalt eigenlijk wel weer. Nou, komt wel goed. Het gaat goed komen. Champagne gehad. Voor ons tweetjes. Hoe lekker. Super lief. En we zijn geland. Het was zo chill met KLM te vliegen. Ze waren aardig. We mochten achterin zitten. Omdat we bij de vleugel zaten, het hadden we niet zo mooi beeld. Ze zeggen, joh, ga lekker achterin zitten. Dan kan je mooi filmen. Hoe nice was het. En we hebben gratis champagne gekregen. En we gaan nu ons bagage ophalen. Want als het goed is, staat er zo meteen een taxi voor ons klaar met onze naam. En dat vinden wij gewoon allebei zo tof. Ja. Dat vinden we gewoon tof. Dus we hopen dat die meneer of mevrouw er al staat met onze bordjes. En dan gaan we echt even gillen of zo. En we lekker gillen. Inderdaad. We staan te wachten en we hadden allebei gehoopt dat er iemand zou staan met onze bordje. Maar ik kreeg net een sms'je dat we moeten wachten, want die persoon is te laat. Dus nu is er geen bordje. En daarom hebben we het gedaan. Voor dat ene bordje. En nu moeten we wachten. Echt heel vervelend dit. Het is hartstikke druk. En we kunnen hem nou niet vinden. Want als hij helemaal niet kan opdagen. Was goed. Patrice blijft altijd zo positief. Loopt er allemaal met de kaart. Is hem ook niet. En zo gaan wij de komende 10 minuten eventjes lekker verder zoeken naar onze taxi. Ik vind het zo niet leuk. Ik had zo gehoopt dat die meneer of mevrouw gewoon klaar zou staan. En nou gewoon helemaal niet. Wij zijn in ons hotelkamer gekomen. En het ziet er echt als eerst echt heel erg luxe uit en fancy. Maar we zitten eigenlijk een beetje met een probleempje. Want Patricia en ik komen hier binnen. En nou ja, weet je wat? Ik laat het jullie wel gewoon even zien. Oké. Wij kwamen gewoon binnen van de deur en we dachten, nou heel erg leuk. We doen de deur open en ik zeg tegen Patricia,
Er staan koffers in onze kamers. En die koffers zijn niet van ons. De enige twee koffers die van ons zijn, zijn deze twee. En de rest is niet van ons. Dus we gaan even de receptie bellen. Om te vragen hoe dit kan. Ja, dat is wel een beetje gek. Dat is echt heel erg gek. Dit is echt heel erg gek. Maar wat staat er voor naam op? Ja, 200L. Ja, maar dit is wel de kamer. Ja. Maar van wie is dit dan? De naam? Zo, maar die naam ken ik niet eens lezen. Oh, maar zijn het allemaal dezelfde namen? Dit is naam... Goerbermox. Of zoiets. Oké, heel en dat, dit is... Oké, wacht, laat maar de receptie bellen. Waar is hier de telefoon? Ja. Oh, daar. Oké. Nou, dan ga ik op mijn best Engels. Ga ik eventjes bellen. Wil jij mij filmen, Patrice? Ja. Hij staat aan? Ja, je hoeft niks, alleen maar dat weten. Alright. Receptie. Hoeveel koffers zijn er? 6. 1. 2. 7. 4, 5, 6, 7. En luchttassen en tassen. Hi, we're just getting in our womb. And there are 6 suitcases in her womb, but they are not from us. Okay, yes. It's okay. Thank you. Bye-bye. Oké, okay, dat was een beetje slecht Engels, maar ik wist echt niet wat ik moest vertellen. We moeten naar beneden, want waarschijnlijk hebben we de verkeerde kamer. Kijk die hoofd. Oké. Nou, dan gaan we naar beneden. Ik dacht echt, ja, hoe moet ik dit nou zeggen? Wat moet ik nou doen? Oh, dat is niet mijn koffie niet. Maar moeten we onze spullen nou laten staan of niet? Ja, die nemen mij weer gewoon mee, toch? Ja. Daar komen al die mensen en dan... Is mijn kamer gaan weg, hé. Echt, oké, wij gaan naar beneden, want dit moet opgelost worden, want dat willen wij niet. En voor je het weet, is het... Ja, de geregeld! En we zijn van kamer 211 naar kamer 750 gegaan. Dus we zijn ook op de 7e verdieping in plaats van op de 2e verdieping. En ze zei, het spijt was heel erg, het was een fout in het systeem, maar ik geef jullie gratis upgrades met een betere view en alles. Laten we kijken of we een goede view hebben. Ja, precies. Alright. 3, 2, 1. Oké. Is niet slecht. Oh, we zien de London Eye daar. Oh, kijk. Oh, maar dit is wel gek hoor. En een vliegtuig, hallo. Hallo vliegtuig. Oh, dit is wel echt kicken. Mooi hoor. Oké, nou dit is onze kamer. Oh, even scherp stellen. Dit is onze kamer. En we hebben een televisie, hadden we in de andere kamer niet. En het ruikt hier echt... Heel lekker. Heel lekker. Oké, dan gaan we nu naar de badkamer. Oh, dat eerst. Dat is... Ja. Hé, we kunnen strijken. Altijd al en een paraplu. Hé, dat staat beneden ook. Die kunnen we altijd pakken. Ja. En haar erover. Oké, dan gaan we nu naar de badkamer. Oké. Oké, niet verkeerd. Een wc'tje. Oh, dit is wel leuk. Ja. Een badkamertje. Oh, dit. Oh, jammer dat je dat niet kan verschuiven. Dit is leuk. Nou. Nou, top. Is er gewoon top. Een make-up spiegeltje. Kijk, zodat je je gezicht nog beter kan zien van dichtbij, of je dat nou wil of niet. Altijd fijn. Nou, is toch netjes? Ziet er ook echt wel heel schoon uit. Allemaal. Ja. Ja, nice. Beter. En we hebben gewoon lekker de 7e etage. Wat is dit? Oh, we hebben een haardroger. Kijk. Mooi. Lekker, hè? Zit er nog wat in de kluis? Misschien een miljoen? Nee, jammer. Ja. Helaas niet. Nou, dat is toch lekker dit? Gewoon een gratis upgrade. Hoe blij zijn wij nu? Heel blij! Yay! Vraag het niet waarom. Oh. Maar we zijn heel erg melig. Oh ja? Ja, echt heel erg melig. Oké. Okay. In het begin van de vlog heb ik gezegd... Ik ga weer terug waar het allemaal begon. Als je me al echt vanaf het begin volgt, denk ik wel dat je me... Wat je nou dat doet? Ik leg mijn armen. Ik denk al. Als je me al vanaf het begin volgt,
weet je denk ik al waar ik het over had. Natuurlijk is mijn hele YouTube kanaal en het vloggen en het idee daarvan en om het te doen daarvan allemaal begonnen hier in Engeland. In Londen. Dat is denk ik nu zo 4-5 jaar geleden. En toen was ik hier samen met mijn vriend. En hier heb ik eigenlijk mijn allereerste vlog gemaakt. En thuis wel geëdit. Maar hier mijn allereerste vlog gemaakt. En om dan hier na 4 of 5 jaar weer terug te zijn. Dat is dan voor mij best wel weer speciaal. Omdat ik hier nu ook alweer vlog. Is gewoon ja, best wel vet. En een leuk verhaal. En kikken. En ook leuk om te zien hoe ik in deze 4 à 5 jaar, ik weet het niet meer precies, ben veranderd in het vloggen, in kwaliteit, in het editen, in het zijn voor de camera en heel veel dingetjes eigenlijk. Dus vandaar dat ik in het begin van de vlog zei, ik ga terug waar het allemaal begon. Tris en ik die gaan ons zo klaarmaken voor het etentje, want we gaan uit eten bij een grillhouse of zo, hè? Ja. Ja. En dan gaan we wel zien wat deze avond ons gaat brengen. We zijn allebei gesloopt. We zijn allebei druk. We zijn allebei melig. Ik denk dat het echt komt door de moeheid. Oh ja, en we hebben geen alcohol op? Nee, we hebben absoluut. En dat serieus, we hebben echt nog geen alcohol op voordat mensen dat gaan denken, ja. Maar dat gaan we vanavond wel doen, hè? We gaan die champagne van de KLM. Dat was echt lief van die man, hè? Heel lief. Zeker. Echt heel erg lief. Hij kwam naar ons toe en hij zei, ja, we hebben nog extra over. En achteraf dachten Patrice en ik van, hoe bedoel je extra over? Tja. Iemand wilde daarvoor denk ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Dus dat gaan wij gewoon gezellig doen. En misschien dat vanavond ik even roomservice gaan bestellen. Roomservice! Lekker nachos en een club sandwich. En weer een ambulance! Oh, de 50ste! Al de 50ste, ja. Dus het gaat leuk worden. Ja toch! Alright, ik sta optutten. Ik heb mezelf niet opgetut. Ik heb in de tussentijd Patricia een beetje opgemaakt. By the way, voordat ik haatcomments krijg of mensen gaan zeggen, ah, je kan het echt niet. Ik ben geen make-up artiest. Ik vind het gewoon leuk om mensen op te maken. En gewoon standaard op te maken. Niet als een of andere make-up artiest. En als ik Patricia er blij mee kan maken, ze vindt het zelf ook mooi. Dan ben ik tevreden. Dus hou je commentaar voor je. Oké, want ik weet hoe sommige van jullie kunnen zijn. Maar Patricia heb ik eventjes opgetut. En wat vind je ervan? Laat een leuke reactie achter, want ik haat comments. Iedereen haat dat. Look. Is she not pretty? Die oogjes dicht. A little bit of glitter. Een eyeliner en lipstift en ja, dat. Blij mee. Nou, je ziet er echt heel knap uit. Kijk jezelf in het schermpje. Ah ja. Nou, nice. Nice, hè? Nice. Knapperd. Woe! Turn around! Turn around! Ingepakt! Hoe set zijn we nu? Ja. Zet. Wij zitten nu in de Sky Bar en dat is een bar vanuit ons hotel en het uitzicht is echt adembenemend. We zitten hier lekker met een cocktailtje, met z'n tweetjes, bij een verwarmingetje en het zomeruitzicht en
echt waar. Wat je op camera ziet, dat is gewoon niet de werkelijkheid. De camera laat nooit echt iets realistisch zien als het heel mooi is. Eerlijk. Zoveel mooier in het echt. In het echt is het echt waar. Zo, maar dan ook echt zoveel mooier. Het is adembenemend dit. En dan zit je hier lekker rustig. Je hoort overal sirenes, wat je al heel de dag hoort. En dan zit je hier lekker te genieten gewoon. Even gewoon een besefmomentje van hoe mooi is het hier wel niet. We hebben echt recht voor ons hier zo. Daar zo. Dat is de London Eye. Voor de mensen die niet weten, nou ja, je weet wel wat de London Eye is. En daar heb je nog een beetje iets, en daar heb je nog een beetje zweetwart. Ik ga jullie gewoon de beelden laten zien. Maar in het echt is het 1000 keer mooier. Inderdaad. Wij gaan echt genieten. Even. Sowieso. Echt, het is zo'n prachtig moment gewoon. Ja. Heel mooi. Echt heel mooi. Genieten. Genieten, inderdaad. Natuurlijk zijn wij wel zo netjes, aangezien we champagne hebben gehad van de KLM crew. Gaan we even proeven. Ik ben niet zo'n champagne fan. Ik ben meer van zoete wijn en rozeetje. Maar als je het niet probeert, weet je het natuurlijk ook niet. Oké. Okay. Of wil je het uit een glas doen? Nee, doe maar. Oké, okay, daar gaat hij. Dank jullie wel, KLM. Voor het gratis champagnetje. Oh, het ruikt echt al niet lekker. Oh, godverdamme. Oké, okay, eet je het? Hier, jij mag het hebben. Succes ermee. Hij is sterk. Mm-hmm. Nou, het is niet mijn ding. Nee, ja? Nee. Ook niet mijn ding. Ik ben meer van de zoetigheid. Ja. Maar ja, het is wel een heel erg lief gebaar. Ja, en daar zijn we zeker dankbaar voor. Zeker, is onwijs echt waar. Heel erg dankbaar voor. Zeker. Wij gaan nu lekker slapen. We hebben net wat drankjes gedaan, zoals jullie zagen, bij de Skybar. We zijn lichtelijk aangeschoten waarschijnlijk. Ik weet het wel zeker. En we gaan nu lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Bye!